een aantal interessante ETF's. Hier het lijstje van de top 10 grootste ETF's wereldwijd. Dus we zien hier de SPY of de tracker op de S&P 500. Met hier $212 miljoen aan activa in dit aandelenfonds. Gemiddeld volume 76 miljoen stuks per dag. Gevolgd door de iShares S&P 500. Gevolgd door de Vanguard Total Stock Market, de volledige Amerikaanse markt. En dan zien we een aantal andere trackers zoals de Vanguard Emerging Markets, Developed Markets. PowerShares QQQ is een weerspiegeling van de Nasdaq 100. Hier US Aggregate Bonds, obligaties, midcaps en de Russell 2000. AUM, zoals u hier ziet staan, zijn Assets Under Management. Nu, kijk ook naar, hier in dit geval, Morningstar. Morningstar heeft een eigen ETF-rubriek. We kunnen er even naartoe gaan. En daar kan je zeggen, kijk, toon mij de 5 sterren ETF's. En daar zitten soms wel een aantal pareltjes tussen. We gaan even naar de website van Morningstar. Zo. Ik tik even morningstar.nl of .be. En dan ziet u hier de rubriek ETF. Zo, we klikken er even op. Neem bijvoorbeeld Euronext. We kunnen Parijs nemen. Zo. En dan vragen we even. Ik klik even op zoek. Nemen aandelen ETF's. Even kijken, aandelen algemeen. Aandelen wereldwijd. Aandelen wereldwijd. Laten we hier even waarde nemen. Zo, we klikken op zoek. Nee, we gaan even wat ruimer. Large cap gemengd. Even kijken, inderdaad, hier is een grotere keuze. Nu kan je hier klikken op Morningstar Rating en kan je die selectie rangschikken op beste. En we kijken naar de 5 sterren ETF's. We zien hier bijvoorbeeld de Amundi World, MSCI World. We klikken daar even op en dan komt een vergelijkingsfiche. Dan zien we hier in het rood het fonds. En zien we hier de categorie. Dus we zien hier wat de categorie betreft, de vergelijking met andere ETF's, deze ETF het fors beter doet. Dus dit is interessant. Op die manier kan je echt voor de iets lange termijn de betere ETF eruit nemen. Dus deze ETF is de CW8. Ik ga even naar Euronext. Ik tik even in Google Euronext CW8 in. Zo. Dan zien we hier een grafiek. Ik vraag even de grafieken op van die Amundi CW8. Even de maximale data. Zo zien we hier de prestatie sedert 2009. Dus we zien hier een prestatie van 188%. Laten we daar even de AX bovenop plaatsen. Daar klikken we even op de AX.
inladen. Zo, en dan zien we dat de AEX voor een prestatie staat van 102%, maar die MSCI World Index 188%. En zelfs met een BEL 20 zien we dat die outperformance van die CW8 bijzonder groot is. Het is een 5 sterren trekker. Dus een zeer interessante trekker voor wie echt voor de lange termijn in de markt wil gaan. En toch mikt op een outperformance ten opzichte van andere indices. Zo, zeker interessant qua website, dus Morningstar, de ETF QuickRank. Ook interessant, wel je kan via de Amerikaanse trackers en ook een aantal Europese, kan je zeggen, kijk, ik wil toch wat hefboom. Hefboom, leverage equities, daar schep je diverse soorten in. Wel hier bijvoorbeeld heb je een Ultra S&P 500 ETF, die biedt een hefboom 2 aan. Dat wil zeggen, als de S&P 500 1% stijgt, dat de tracker doorgaans 2% zou moeten stijgen. Dus hier 200%. Dus ETF's met hefboom. Zo, twee interessante ETF's.